Het recente afluisterschandaal rond de Amerikaanse inlichtingendienst NSA toont aan dat privacy en bescherming van persoonlijke internet, telefonie en e-mailgegevens actueler zijn dan ooit. Wil van Limpt, docent integrale veiligheid aan Avans Hogeschool in Breda, houdt woensdagavond de interactieve academielezing over privacy en veiligheid in de digitale wereld. Wat is privacy? Ja, dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Privacy heeft verschillende aspecten. Je hebt een juridisch aspect, hè, dus de wet en regelgeving rondom privacy. Je hebt een ethisch aspect, hè, want dan gaat het even over de persoonlijke levenssfeer. Hoe raakt je dat? Hè, dat staat niet in de wet beschreven, maar mensen voelen wel aan wanneer hun privacy in het geding is over het algemeen. Heeft de gemiddelde Nederlander enig idee wat er bij derden bij hem bekend is? Dat denk ik niet. Ik denk dat de gemiddelde Nederlander niet weet dat er honderden tot duizenden van zijn gegevens in diverse bestanden zijn opgeslagen. Wat is de kern van uw lezing? De kern van mijn lezing is dat het gaat om de balans tussen veiligheid en privacy. Hè. Die balans is er. Ik denk dat zowel privacy nodig is voor een goed functionerende democratie als veiligheid. Dus ze zijn allebei nodig voor het goed functionerende democratie. Het is dus geen tegenstelling, maar ze vullen elkaar aan. De lezing begint om 19:30 in het gebouw aan de Hogeschoollaan in Breda en is gratis te bezoeken. Wie erbij wil zijn, wordt wel gevraagd zich via de website van Avans aan te melden.